Jij mag openen. Ja, dat is een luxe positie. En we hadden veel om uit te kiezen dit weekend. Kjeld Nuis. Schaatsen nog. Oh, wat was hij snel. Maar we moeten toch kiezen. Later deze week hier, Kjeld. Zit u nog ergens? Ik hoorde het. Suzanne Schulting. Ja. Daar wil ik het toch even morgen over hier. Hebben. Echt waar? Ja. Dan was ik eigenlijk liever morgen gekomen. Ja, ja, dan kom je morgen weer. Nee, nou ja, dan kom ik in het publiek zitten. Ja, nee, maar Suzanne Schulting, daar heb ik toch enorm zwak voor. En met mij velen, denk ik. Ik zeg wel eens tegen mijn collega Frank Evenblij, en hij is dat met me eens. Ik ben eigenlijk stiekem een beetje verliefd op Suzanne Schulting. Ja? Ja, toch wel. En ik vond het zo mooi, dat wat ik zo bijzonder vind van haar, zij is... Wat zit je nou te lachen? Stiekem een beetje verliefd op haar. Ik zeg het toch eerlijk? Ja, dat is waar. Ga door. Maar ik zat gisteren naar haar te kijken en zij is eigenlijk op dit moment de allerbeste shorttrackster van de hele wereld. Mm-hmm. De allerbeste. En gisteren was een bijzondere dag. Ze won goud. En wat ik zo mooi vind van haar is, zij draagt eigenlijk haar binnenkant aan de buitenkant. Er zit niks tussen. Mm-hmm. Wij krijgen altijd ook in interviews de ongefilterde Suzanne Schulting. What you see is what you get. What you see is what you get. Dus eerst won ze goud en de Vlaro van Studio Sport, verslaggever, die stond klaar te wachten. Nou, die sprong ze bijna in de armen. Mm-hmm. Wat gebeurt hier? Ongelooflijk. In drie kwartier pak jij twee titels. Hoe kan dit? Ik was zo fucking blij. Echt niet normaal. Ik ben echt heel erg blij. Ja, ik heb gewoon een hele goede rit gereden. Oppermachtig. Ja, dankjewel. Ik ben echt heel blij. En toen was ze blij. Ja. En toen, 31 minuten en 28 seconden later. Toen was ze gevallen in de relay. Ja. En daarmee had ze eigenlijk alles een klein beetje verpest voor haar collega's. Ja. En dat vond ik, toen praatten ze daarover in de interview, in diezelfde ruimte, met diezelfde Vlaro. En toen schoot ze vol. En ik zat tv te kijken, ik had het ook even lastig. Echt waar. Ja, we gaan kijken. Ja. Het is gewoon een teamsport. En je doet het samen. Je wint samen en je verliest samen. Maar natuurlijk trek ik dit me wel aan. Vooral omdat ik net dan vandaag nog twee wereldtitels heb gepakt. En ik wilde die laatste zo graag afsluiten met die meiden. Omdat dat samen vieren is het gewoon het allermooiste wat er is. En ik heb wel lichtelijke spijt. Ja, maar je kan er niks aan veranderen. Het is gelopen zoals het is. Maar het voelt wel heel erg zwaar kloten. Zwaar kloten. Ja. Maar toch spreek ik namens alle sportliefhebbers in Nederland. Suzanne Schulting, ik hou van je. All right. Schaatsen in het vet nu, hè? Ja, nu wel. Ja, 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 ja. Klaar.